Ruim 1 op de 5 20 tot 64-jarigen in Wallonië en Brussel hebben geen diploma hoger secundair onderwijs. En maar liefst 15% van de Waalse jongeren werkt of studeert helemaal niet. Een lost generation dreigt. De ondermaatse kwaliteit van het Franstalige onderwijs en de vele jongeren zonder diploma hebben directe implicaties voor de arbeidsmarkt. En dus ook voor de algemene economische activiteit. Er is onder de taalgrens een onwaarschijnlijk falen van het beleid op dit vlak. Zo is er ook op de Waalse arbeidsmarkt krapte, terwijl 35% van de Waalse 20 tot 64-jarigen niet aan het werk is. Dat heeft ook implicaties voor ons. Gezien de sterke economische banden heeft elk van de gewesten in ons land er belang bij dat de andere gewesten economisch sterk presteren. Maar dan moet het Franstalige onderwijs en arbeidsmarktbeleid dringend meer dan een tandje bijsteken.